Screw die oorspronkelijke intro. Deze is veel beter. Pan, dankjewel voor deze geweldige fanart. Echt super bedankt. Hij is echt awesome. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we in Grotto gegaan. En daar hebben we dus heel veel Bemursian soldiers gezien die zwaar gevond waren door touwele lookalikes. Waar we niet echt happy over zijn. Nou, we hebben ons eigenlijk gelijk gehield, want we stonden namelijk een baas te wachten, zodat, dat heeft de volledige ik, zeg maar, mooi gezaaid. Nope. Een back attack ook nog eens een keer. Nope. Ik ren gewoon weg. Nope. Nou ja, we krijgen wel Jill omdat we hebben Fleet Jill hebben aanstaan, maar... Nope. Serieus, denk je dat beest een back attack? Dat is zelfmoord. Oké, nou we hebben dus zeg maar de Holy Bell, dus we kunnen nou door deze deur heen zoals we gisteren dat hebben gezien. En als we hier dan doorheen gaan... Ben je in orde? Wilma B, alsjeblieft, wees voorzichtig. Meester Gizemlucker, is gek geworden. Hij wordt beheerd door sommige rare clowns. Wat was dat? Bosbattle muziek. Dit betekent dus zeggen dat we op dit moment een boss battle hebben. Dus dat betekent dat Zeepie zoveel weer mogelijk moet gaan stelen. Aangezien dat een boss battle namelijk steal je beste vriend is, willen we dat ook zoveel mogelijk gaan doen. Nou moeten we wel uitkijken, want deze kan behoorlijk sterk zijn. Het is een waterdraak. Sweet. En hebben we dus zeg maar het geluk dat er heel erg veel al bijna in trance zitten. Oeh, Crash, dat doet eigenlijk best wel pijn. Oké, nou, jij wil gaan jumpen. Het probleem is... ik denk dat ik even Vanish het beste kan doen. Het probleem is dus, zeg maar, met dat beest... is je hoeft geen Eat Status of wat dan ook te gebruiken. Want, ja, het is een baas en op bazen werkt dat gewoon niet. Dus dan zal hij ook zeggen, I know can eat. Oké, we hebben een Mage's Head. Die hebben we al eentje gevonden, maar altijd handig om er nog eentje te hebben. Want hij heeft volgens mij 3 items die we zeker willen hebben. En omdat we dus Bandit hebben geëquipt, en ik ben zo blij dat ik daar Vanish heb gebruikt. Omdat we Bandit hebben geëquipt, hoeven we ons dus zeg maar geen zorgen te maken. Tot we dus zeg maar heel erg veel zouden gaan missen. Oké, nou jij doet een gewone aanval. Thunder werkt het beste. We hebben een gratis elixir. Dat is zeker heel erg handig. Dus we blijven gewoon heel eventjes aanvallen. We hoeven nog maar 1 keer te stealen en dan kan ik ook aanvallen. Black Mage, jij doet je Thunder aanval. En oeh, dat doet pijn. Oké, ik denk dat we heel eventjes moeten gaan healen. Want hij gaat zo dadelijk beginnen met zijn... Auw! Hij gaat zo meteen beginnen met namelijk hele sterke wateraanvallen. Want het is dus een watermonster. En die doet pijn. Oké, nou Wilma B, die is dus zeg maar nou helemaal geheeld. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Touwler, jij doet heel eventjes een potion op mij. Maar dat wil ik niet. Doe het toch? Oh, en jongens, nogmaals sorry dat ik de Mario Kart 8 heb gemist. Maar woensdag hebben wij normaal gesproken dan altijd die opnames. En ik was inderdaad bij de tandarts en ik was onder de verdoving. En ik was zo duf als een konijn. Dus nogmaals mijn excuses daarvoor. Oké, nou potions zijn gebruikt. We gaan nog eventjes in de aanval. Oké, we hebben niks kunnen stelen, dus we moeten nog een keer steel doen. En daar komt die wateraanval waar ik zo bang voor was. Op mij. Oké, schade valt nog mee. Oké, Erwin, je hebt een potion nodig. Steel, want we mogen hem niet killen voordat we hem helemaal leeg gesteeld hebben. En wie krijgt ook even een potion? We staan er goed voor. Ice Staff, nice! Oké, volgens mij was dat alles, maar ik ga nog een keer stealen just in kaas. Met een broodje logische kaas, met een broodje gezond verstand. Oké, doe nog een keer die wateraanval. Jij gaat Thunder doen. Oh, Wilma B goes in trance! Wilma B's transaanval is zeg maar één van de sterke transaanvallen. Wat Wilma B gaat doen is, die gaat zeg maar, die kan de lucht inspringen. En die zal non-stop eigenlijk speren op de vijand gooien. Totdat zeg maar de trans over is. Dus het is een hele fijne aanval om dat eigenlijk te gebruiken. Dus,
Even kijken. Jump. Oké, hij heeft niks meer. Goed, we zitten goed. Oké, Wilma, spring de lucht in. Je hebt weinig HP. Spring de lucht in, Wilma. Nee! Oké, dat was op heavy. Doet ook heel veel pijn daar niet van, maar... Ik denk niet dat Wilma B namelijk... Nee! Waarom mag je twee keer achter elkaar aanvallen? Dat is zo not fair! Kom op. Abby die heeft net zo goed die AP nodig. Het is een boss battle, dus we krijgen geen experience. Maar Abby die heeft net zo goed, zeg maar, die AP nodig. Die ability points, waar AP voor staat. Oké, kom nou die speer. Ja! Nice! 56 maar, dat is minder nice. Ja, we gaan even een potion ronde doen. Weet je wat, ik gebruik gewoon even een high potion op Abbeyer. Blue Magic, jij gaat weer eventjes op Vanish Mode. Je hebt ook een potion. Weet je wat, jij doet even aanvallen. Dit is intens! Hij mag zo vaak aanvallen. Zo not fair. Hebben hem? 144, dat is beter. Oké. Trans is over, Wilma B is terug. Vergeet niet, op het moment dat Wilma B in jump animatie zit, kan ze niet geraakt worden door wat voor aanvallen dan ook. Wat zeker handig is. Oké, jij doet even vanish. Zorg ervoor dat jij niet geraakt kan worden door die crush aanval, alleen maar door water. Ik vind het wel leuk hoor, dat je dan eigenlijk zo'n vliegende vork ziet. En volgens mij was het... Nee, dat is hem nog niet. Oh, verdurie. Ik protect Wilma B. Oké, nou dan even een high potion op mezelf. In de aanval. Jeetje, dit beest heeft veel HP. Maar ja, Taule die gaat ook bijna in trans. Dang it! Oké, weer een Phoenix down op Wilma B dan. Ik ben weer volledig geheeld. Taule die staat op de achtergrond. Daarvoor hoeven we ons niet echt zorgen te maken over tot de Taule zeg maar door één klap al neergaat. Oh boy, wat gaan we nou krijgen? Weer een wateraanval. Deurie. Op iedereen! Oh, dat doet pijn. Oké. Maar ja, we hebben nou wel het voordeel. Tot de Tauler, die is nou in trance. En we weten wat dat betekent. Dubbele aanvallen. Oké, jij gaat heel even aanvallen. Phoenix dan komt er nou aan. Dan kunnen we gelijk een potion op Wilma B gooien. Had misschien beter een high potion kunnen gebruiken, maar dat maakt niet uit. Oh, we hebben hem al verslagen. Ah, dat is jammer, want nou is die trance van de Tauler weg. Nee, maakt niet uit. We hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste. En Wilma B krijgt gelukkig ook nog de AP die ze nodig heeft, dus. Dat was een bitter gevecht. Yay! En we hebben de Ice Staff, wat zeker heel fijn is. Oké, Wilma B heeft wat een level up geleerd. Dat is zeker handig. En wij hebben heel veel voor onze wapen gekregen. Wat, ja, van de ability points. Want ja, ik weet het. Ik heb sterkere wapens. Maar die abilities zijn heel erg belangrijk om te leren. Dus vandaar dat ik die nog niet geëquipped heb. Wat is er gebeurd met Master Kutselbuggelukkelijk? We moeten opschieten. De koning kan een... Ja, de hoogheid kan een gevaar zijn. De koning, hoogheid, maakt het uit. Bleh. Live translate is niet makkelijk. Ondertussen in kamp B. Wanneer dat we hier de grens over zijn, zijn we in Alexandria-territorie. Hallo. Ja, blijf daar maar eens eventjes staan. Wat is de reden voor je bezoek? Ik heb gehoord dat werkers waren nodig om de Southgate te fixen. Dus ik heb even mijn spullen gepakt en ik dacht misschien kan ik hier weer leven en hier werken. Ah, dat is geweldig. Ze zijn non-stop bezig geweest met die gate, serieus. Maar het is nog steeds kapot. Ik moet je rugzak wel even checken. Ik bedoel, je weet wel, regels, registratie is al die bullshit. Oh boy. Nou, vooruit, ga je gang. Objection? Wil je alsjeblieft naar achteren? Ah, dat is een goeie. Sorry, we doen alleen ons werk. Dus, waar kom je vandaan? Oh, verdorie. Ik moet iets doen. Ik bedoel, de politie zijn aan het zoeken naar een meisje en een middelgeleeftijde man. Dus heb je een paar mensen gezien die hier naartoe kwamen? Jeetje, deze knoop die zit dicht. Ik bedoel, het meisje blijkt heel erg veel op de prinses, Prinses Garnet. Je weet wel, het mooiste meisje, de mooiste prinses ooit van de Alexandria Castle. Ah, ik heb hem. Oké,
Maar wist je dat... Maar ja, je weet hoe dat Queen Brain looks. Ik bedoel, ja, ik kan niet geloven dat ze zo'n mooie dochter heeft. Hmm. Wat is dit? Wat is dat? Waar zijn deze... rotte dingen? Zijn ze vergiftigd? Hey, rot. Ik draag niks wat rot is. Of aan het rotten is. Oh, ik zie het al. Het is je misfavoriete voedsel. Je weet wel, die van Limblum, die pickles, die geisteltpickles. Ik kan niet geloven hoeveel dat je ermee hebt genomen. Ja, serieus, ze zijn mijn favoriet. Ik kan mijn dag niet zonder hen beginnen. Ja, ja, iedereen die die troep eet, die zegt dat iedere keer. Je kunt wel gaan nu, hup, hup. Dankjewel. Fijne dag nog. Dus... Leroy die wil naar Alexandria en in de zak zitten pickles, aha. Uh-huh. We zitten binnen. Prinses, je hebt het gedaan. Goed zo. Oké, ik moet even een plekje vinden waar we niet gezien zullen worden. Dat gangetje daar, dat lijkt wel een goede plek. Maar ja, er staat daar een vrouw en een man in de weg. Misschien kan ik ze wegjagen. Oké, hierboven staat een kistje. Ik heb geen idee hoe dat je dat kistje kan pakken. Ik heb dat kistje nooit gevat. Volgens mij is het nog niet eens boeiend wat erin zit. Maar je kunt zeg maar niet klimmen. En op het moment dat je aan de andere kant staat, kun je wel klimmen. Maar dan kun je niet meer terugkomen. Dus ja, ik weet niet hoe dat je dat kistje ooit zou moeten pakken. Ja, heel erg boeiend. Dat is boeiend. Oké, we moeten afleiding. De afleiding. Oh, wij zijn... Jij bent de reden dat wij dus zeg maar niet door die dingen heen kunnen gaan. Ik zal je... Nou, oké. We moeten hem tolereren. Jackson. Ik wil hem killen. Oké. Maar ja, net zoals een beetje small talk. Ja, dat hoeft niet echt gevoice-act te worden. Ik bedoel, er zit al heel veel voice-acting in en alles... Ouchies. Ja, het probleem is zeg maar alles wat dan gevoice-act wordt, dat zal alleen maar wel langer worden. Dus ja, answer. Ja, ja. Hartstikke leuk. Maar we moeten dus zeg maar met deze mensen praten en dan gaan ze aan de kant en dan kunnen wij dus zeg maar die gat... dan kunnen we dus zeg maar daarin, dus Ja, hij is broken en hij zei dat en... Oh, hij krijgt de wind van voren nu. Oké, nou moeten we nog eventjes voor jou afkomen. Dus als ik met jou praat... console dan, dus auw. Hallo, ja. Moet ik hem maar aan. Ik weet niet waar het allemaal over gaat, maar het boeit me helemaal niks. Dankjewel, graag gedaan. Doei. Oké, de kust is veilig. We kunnen nou hier naar binnen toe. En oh, shit. Hey, wacht eens eventjes. Objection. Regels en, je weet wel, de gezeur. Kun je even hier komen? Giggity? Giggity? Stop! Maak geen beweging totdat ik zeg dat je mag bewegen. Nou, draai je rustig om en maak geen foute beweging. Oh. Je hebt een gatepass nodig om daar naar de South Gate te kunnen, ja? Dus, ik leg hem hier even neer en dan kun jij hem oppakken. Ik bedoel, ik zal dichterbij komen, maar je hebt die rare pickles bij je en daar hou ik niet van. Dus hier leg ik het neer. Kom niet dichterbij met die stinkpickles. Ik vind het eigenlijk zo grappig wat ze hier dus hebben gedaan. Objection. Alsof dat ze echt doorhebben waar je mee bezig bent. Van, hey, stop, kun je komen, nee, geen foto, beweging maken, bla 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 bla. En tot het alleen maar om die gatepass eigenlijk gaat. Dus vind ik eigenlijk best wel een van de leuke komische dingen in het spel. Dus. Dit is onzin, serieus. Als het allemaal zo makkelijk was. Dan zou niemand problemen hebben in de wereld. Leroy, is het oké om naar buiten te komen? Jawel! Dankjewel, ik kom naar uit. Dus hou eventjes een oogje in het cel. Natuurlijk. Ah, gelukkig. Eindelijk wat frisse lucht. Oh, wat een stank. Serieus, het heeft me een verschrikkelijke koppijn gegeven. Misschien kan ik heel eventjes in kleren veranderen terwijl dat hij aan het kijken is.
Nou heb je hier dus zeg maar dat je dus naar de andere kant kan kijken. En dan zou je dus zeg maar van, oh alsjeblieft kijk deze kant niet op. Maar ja, dan moet je er snel op antwoorden, dus, maar dat maakt niet uit. Je kunt niet omdraaien, Leroy. Prinses. Leroy. Mevrouw Zelda. Serieus, je moet mijn Zelda blijven noemen totdat we Trino hebben gehaald. En ook niet salueren of iets in die trend. Ja, ondertussen, totdat we Trino halen en terugkomen, zal ik heel voorzichtig zijn. Oké dan, laten we gaan. Leroy, echt serieus, ben je nog steeds overal prinses aan het roepen en... Wauw! Ik serieus, zal het treintje ons omringen naar de summit, naar de bovenkant van de berg? We zijn er bijna, Leroy. Oh, Alexandria is alleen maar achter deze berg. Oh, en ik heb het nog wel kunnen doen zonder Zeepie's hulp. Serieus, je hebt hem nooit nodig gehad om mee te beginnen, prinses. Ja, het zal wel. Oké, nou hier hebben we dus zeg maar wel een paar kistjes. We hebben hier dus zeg maar Grimo en daar kunnen we dus zeg maar Mognet mee doen. En die wil dus een brief naar Nazna. Oké, prima, dus we hebben ondertussen twee brieven. En we zouden kunnen zeven, maar daar heb ik geen zin in. Nou, dan kunnen we dit kistje hier wel pakken. Daar zit een potion in, dus niet echt veel boeiend. Maar potions zijn altijd welkom, zoals ik al vaker heb gezegd. En wat is ook... Ja, come get your goods. We kunnen dus, zeg maar, zoals ik al zei, niet teruglopen naar dat ene kistje. Omdat redenen. Goed, nou, we kunnen hier dus, zeg maar, eventjes shoppen. En dat is altijd handig. Want potions, zoals we dus hebben gezien, zijn die enorm nodig. Dus ik denk dat ik er even 31 bij koop. En Phoenix Downs kopen we er ook even 10 bij. En voor de rest... zitten we wel goed. Nou wil ik heel eventjes kijken naar de equipment die wij dus zeg maar voor Leroy hebben en voor Zelda. Oké, nou je hebt nog steeds de jaren soort, daar ben je nog steeds mee aan het leren. Level up ben je nog steeds aan het leren. Kennen we jou? Ja, jij kan nou Maneater leren. Terwijl dat we, ja... Meat Rock Gloves, altijd handig. Jij kan Coven nu leren. Dat is al helemaal mooi. En we kunnen jou een Yellow Scarf geven, maar ik vraag me eigenlijk af of ik die niet aan haar wil geven. Maakt eigenlijk heel weinig uit. Voor wie is het beste? Is voor allebei even goed. Nou ja, Zelda heeft de minste HP, dus het beste is om het eigenlijk voor Zelda te doen. Headgear, Mage's Head. Ja, die heeft dingen al eentje, dus... minder strength, meer magic defense. Nou ja, strength is sowieso niet belangrijk bij Zelda, omdat ze zeg maar een mage is en nooit echt veel harde klappen uit zou kunnen delen. Dus daarvoor zou ik zeggen van, ja, ga maar gewoon met de mages. Oké, nou hebben we hier dan nog. Jij kan antibody leren, dat is wel helemaal mooi. En de cotton rope, daar zie je al gelijk dat ze dus zeg maar chemist en shell kan leren. Dat zijn ook hele goede dingen die we dus zeg maar haar willen geven. Nou, dit hebben we allemaal gehad. Wat chemist eigenlijk doet, als ik hem kan vinden, versta je? Oh, we staan nou bij, juist. Logica is mijn broodje gezond verstand. Ik kan koppen gebruiken. Waarom doe ik dat niet? Ik wil bug killen, beast killen, man eater. Ik gebruik die dingen eigenlijk nooit, maar... Oké, hier hebben we hem dus. Die zorgt er dus voor dat op het moment dat Zelda potions of, wat dan ook, zeg maar, zou gebruiken van healing items, tot dat verdubbeld gaat worden. Dus een potion heal 300, een eater 300 MP. Dus zeker heel erg handig. En ze kan nou niet vergiftigd worden, wat we dus ook dolgraag zouden willen hebben. Nou, we hebben potions gekocht, dus nou kunnen we hier naar binnen toe. Wil je naar binnen? Ja, we willen naar binnen. Ja, de gate pass. Hier heb je de gate pass. Dat is degene. Ja, we willen gaan. Ja, we wachten binnen. Ja, ik zeg ja. Dus ondertussen hebben we nou dus weer een split timeline. En wat ik dan eigenlijk heel erg mooi gemaakt vind, is dus zeg maar... tot ze dus wel focussen op allebei de karakters op verschillende momenten. Oké, laten we hier gaan zitten. Alsjeblieft, wacht heel eventjes totdat ik klaar ben en voorbereid op vertrek. Jij gaat die kant op, jij gaat die kant op. Serieus, motor's klaar. Geef het fluitje. Waar is die conducteur? Oh, alsjeblieft, wacht voor mij! Huh? Ik heb het gehaald. Gossie, dankjewel voor je lieve woorden eerder. Nee, ik bedank jou. Ja. Oké, we gaan vertrekken. Dat lijkt Dennis wel. Hopelijk ligt er geen blaadje erin, maar goed. Oh, ik voel me nou veel meer ontspannen. Ja, dat is ook wel te begrijpen. Ik bedoel, serieus, onze rit van Limblum naar hiertoe was behoorlijk moeilijk, maar...
Het was jouw witte magie die mij heeft geholpen door de gevechten heen met al deze monsters. Serieus. Ik bedoel... ja, we hebben de Moogles, wel, die Moogles in Jaguar Forest. En dan natuurlijk niet vergeten de Geyser Pickles die we hadden gebruikt om bij de South Gate te kunnen komen. Ik bedoel, serieus, ik ben zeker onder de indruk bij jouw intelligentie en moed, prinses. Leroy! Je kunt me niet de hele tijd prinses blijven noemen! Oh, het spijt me. Objection. Ik ben gewoon niet gewend naar... Het is oké. Ik heb heel veel fouten gemaakt sinds Zeepie me heeft geleerd hoe dat ik zo moest praten. Serieus, die schavuit had geen manieren. Op zijn ene manier. Ik bedoel serieus. Maar hij had wel een beetje ervaring, denk ik zo. Want, maar ja, de manier waarop dat hij tegen hem sprak was niet te bedenken. Ik serieus, ik ben blij dat we van hem af zijn. Kunnen jullie nou alsjeblieft stoppen met gemeen over mij te praten? Ik bedoel, ik heb ook gevoelens hoor. Ik bedoel... Ik vond dat best wel eenzaam. Kun je staan? Oh. Kun je staan? Oh. Maak je geen zorgen over mij. Alsjeblieft. Bescherm. Ik zal Bemusia beschermen. Je hebt mijn woord. Oké. Dus hun zitten nou in die treinrit en wij gaan gewoon verder hier naartoe. Nou ja, aangezien dat we nou een bosbattle hebben gehad en een beetje hebben gezien waar dat Zelda nou mee bezig is met Leroy. Met dat gescheld over mij. Ik denk echt dat Leroy mij niet mag. Ik weet niet hoe dat zit. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met dat ik hem uit zijn auto gesleurd heb. Maar wie weet. Maar goed, we zijn dus nu aan de andere kant van de berg terechtgekomen. En het eerste wat ik wil doen is zo snel mogelijk die ice staff die wij dus zeg maar hebben gekregen... van dat beest, of ja, gejat hebben van dat beest, die wil ik zo snel mogelijk aan de tuilen geven, omdat ik kan dan Blizzara leren, wat een sterke versie is van Blizzard. Dus, ja, die willen we zeker geven. En het zorgt ook nog eens een keer voor slow, dus dan ga ik heel even kijken, kennen we hier het beters equipen voor jou, want slow ben je hier ook al aan het leren. Nee. Oké, eventjes snel hier dat equipment heen hebben we, nee. Hier misschien, nee. Add-ons hebben we niet meer. Dragonkiller, Bright Eyes. Jij kan Bugkiller leren. Maar dat... Ja, het is niet echt veel wat je verliest daarbij, dus... ja, het nadeel is, we hebben Leroy die andere gloves gegeven, dus... nou, Birdkiller, ja, dat is een hele... Nou, valt wel mee. Oké, die heb je ook bijna helemaal 100% geleerd. Hoe gaat het met jou verder? Nou ja, deze is wel een upgrade. Ja, die doen we. En hebben we hier nog iets voor een upgrade? Nee, deze nog? Nee... Desert Boots, nee. Oké, nou, dan zijn we zover klaar. Nou, is het dus zeg maar die foto die wij nog hebben van de Chocobo's. En als ik me niet vergis, kan ik hier de camera nou eventjes niet draaien. Maar die foto van de Chocobo's, die kunnen we dus zeg maar doen. Maar dat wil ik mooi bewaren voor de volgende aflevering. Aangezien dat we bijna in Bemusia zijn. Dus, heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, reacties zijn altijd welkom. Ik lees ze allemaal en ik vind het hartstikke leuk om natuurlijk te lezen hoe dat jullie over de Let's Play denken. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien bij de volgende aflevering die morgen geplaatst vindt. Laat ook een like achter voor de moeite. Of als je daar tijd voor hebt. Dan... Dus ja, tot morgen jongens. Doei!